Welkom bij de Analyzer instructievideo voor accountants, gericht op het bevorderen van een data-bedreven aanpak voor controlewerkzaamheden. We richten ons specifiek op de Bank Analyzer, die cruciale functies biedt voor het vereenvoudigen van inzicht in geldstromen en financiële transacties. Met behulp van KAMT 053-bestanden en CEPA-Batch-details detecteert de Bank Analyzer dubbele betalingen, relaties met meerdere bankrekeningnummers en belicht het bankrekeningnummers gekoppeld aan verschillende relatiebenamingen. Het onthult nationale en internationale betalingen, eenmalige of mogelijke dubbele transacties en risicovolle betalingen. Dit stelt accountants in staat zich te concentreren op afwijkingen, bijzondere situaties en potentieel fraudeleuze banktransacties. Met de Bank Analyzer kun je jouw klanten diepgaand ondersteunen bij financiële analyses en risicobeheer, waardoor je proactief kunt handelen en waardevolle, nauwkeurige inzichten kunt verstrekken. Dit sluit goed aan bij de controleaanpak bij opdrachten met risico's in de betalingsorganisatie. Laten we nu ontdekken hoe we dit krachtige dashboard optimaal kunnen benutten. Na het klikken op de tegel van de Bank analyser, krijg je een overzicht van relevante werkbladen. Deze behandelen we hierna beknopt als hoofdstukken. Houd er rekening mee dat de gebruikte dataset geanonimiseerd is. Alle weergaven in deze analyzer zijn interactief. Wat betekent dat je specifieke filters, zoals transacties, landcodes of transactiecodes, kunt selecteren door te klikken op de weergave? Laten we van start gaan met het eerste hoofdstuk, de samenvatting. De samenvatting geeft een overzicht van de ingelezen gegevens uit de kant 053-bestanden, eventueel aangevuld met CEPA-bestanden. Gebruik de filteropties aan de linkerkant om de gegevens te verkennen. Begin in ieder geval met het selecteren van het juiste kalenderjaar. In dit geval is deze gelijk aan het boekjaar. Bij een gebroken boekjaar is de periodefilter handiger. Een toegepast filter blijft actief in de volgende werkbladen, tenzij je deze bovenaan het scherm wist. Voer de pijldatum in om het banksaldo op een specifieke datum te bekijken. Als je bijvoorbeeld 1 december 2023 als pijldatum links onder de filteropties invoert, wordt het saldo direct bovenaan het scherm aangepast. Nu kun je naar het volgende werkblad gaan. Klik rechtsboven op werkbladen en selecteer het volgende werkblad aansluiting. Of klik aan de linkerzijde onder de werkbladtitel op de rechterpijl om naar het volgende werkblad te gaan. In deze video gebruiken we voor het gemak steeds de rechterpijl. Laten we doorgaan naar het volgende werkblad. Zoals je ziet blijft in dit werkblad aansluiting het eerder geselecteerde kalenderjaar actief. Hier wordt een cruciale aansluiting van de ontvangen data gepresenteerd. Als de kolom afwijking op 0 staat, betekent dit dat de mutatie tussen de gerapporteerde begin- en eindstand van de kant 053-bestanden overeenkomt met de som van de mutaties. Een afwijking vereist verder onderzoek en mogelijke verklaring door jou als accountant. De detailpagina, die later nog wordt behandeld, kan hierbij van dienst zijn. Het begrijpen en verklaren van afwijkingen is essentieel voor het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van geanalyseerde financiële gegevens. Als een kolombalans beschikbaar is, wordt onderaan een aansluiting gemaakt met de begin- en eindbalans. Hier duidt de afwijking in rood op het verschil tussen dollars in de weergave en euro als valuta in de kolombalans. Zonder kolombalans wordt er uiteraard geen visuele weergave getoond. In het werkblad Banktransactiecodes Samenvatting vind je een categorisatie van de diverse groepen, families en subfamilies van banktransactiecodes. Deze indeling is gebaseerd op de ISO-transactiecodes die zijn geregistreerd in de KAMT 053-bestanden. In dit werkblad worden de details van de transactiecodes getoond. Hiermee kun je per familie en subfamilie bekijken hoeveel transacties hebben plaatsgevonden en wat de waarde is van deze transacties. De analyse van inkomende betalingen per land biedt snel inzicht in de herkomst van geld. In dit specifieke voorbeeld komt het merendeel van de betalingen uit Nederland en zijn er slechts twee betalingen uit Engeland en Portugal. Wat dit overzicht extra waardevol maakt, is dat het ook de corruptieindex van Transparency International, voor de landen waaruit de betalingen afkomstig zijn, weergeeft. Landen die onderhevig zijn aan de richtlijnen van de FATF worden gemarkeerd met een rode vlag. Direct onder de filteropties heb je de mogelijkheid om zelf de grenswaarden voor de CPI-score in te stellen. Hiermee kun je de visualisatie aanpassen zodat alleen de landen die voldoen aan de ingestelde grenswaarden worden weergegeven. Dit stelt je in staat om de weergave te verfijnen en alleen de relevante landen te zien. De Bank Analyzer biedt op een vergelijkbare manier een analyse van uitgaande betalingen per land. De functionaliteiten die we zojuist hebben besproken voor inkomende betalingen zijn ook van toepassing op dit werkblad met uitgaande betalingen. Het werkblad met afgeronde bedragen biedt jou als accountant de mogelijkheid om alle transacties te bekijken die afgeronde bedragen of gelijke getallen hebben in de laatste drie cijfers. Onder de beschikbare filteropties heb je de mogelijkheid om het aantal cijfers in te voeren waarmee de bedragen worden afgerond. Standaard staat dit ingesteld op drie. Hierdoor kun je gemakkelijk selecteren op transacties waarvan de bedragen vergelijkbare laatste drie cijfers hebben. Dit werkblad kan handig zijn om patronen of trends in afgeronde bedragen te herkennen, wat nuttig kan zijn bij het detecteren van mogelijke fouten, duplicaties of zelfs mogelijke frauduleuze transacties. Het aanpassen van het aantal cijfers waarmee de bedragen worden afgerond stelt je in staat om de analyse aan te passen aan je specifieke behoeften. Voor een accountant is het cruciaal om te weten wie er aan de organisatie betaalt en wie er geld ontvangt. Op dit blad zie je direct de grote geldstromen waardoor je belangrijke zakelijke relaties kunt identificeren en financiële transacties tussen de organisatie en haar partners, klanten, leveranciers en andere betrokken partijen kunt monitoren. Dit geeft de accountant de mogelijkheid om snel te beoordelen welke partijen een aanzienlijke impact hebben op de financiële activiteiten van de organisatie. Als transacties boven een bepaald bedrag komen, kan je dat zien als een signaal om gerichte selecties te maken. Onder de filteropties kan je handmatig het grensbedrag invoeren. Zo krijg je direct een overzicht van rekeningnummers die betrokken zijn bij transacties boven dit bedrag, inclusief de bijbehorende bedragen, boekdatum, tegenrekening, tegenpartij en omschrijving. Dit helpt je om snel te focussen op de transacties met de grootste financiële impact, waardoor je efficiënter en effectiever kunt werken. Benford's Law, ook wel de wet van anormale getallen genoemd, zegt dat in natuurlijke verzamelingen van getallen het waarschijnlijker is dat het eerste cijfer klein is. Zo komt het cijfer 1 ongeveer 30,1% van de tijd voor als leidend cijfer in authentieke datasets, gevolgd door cijfer 2 met 17,6%. Naarmate de cijfers hoger worden, neemt de frequentie af waardoor een neerwaartse curve ontstaat. Deze curve dient als basis om afwijkingen, datavervalsing of mogelijke fraude te achterhalen. Accountants gebruiken de Benford-curve om leidende cijfers in financiële transactiegegevens te analyseren, zoals grootboekrekeningen. Door de verdeling van de eerste cijfers in een dataset te vergelijken met Benford's Law, kunnen onregelmatigheden worden geïdentificeerd en verder onderzocht. Op dit werkblad valt op dat de dataset een duidelijk andere verdeling heeft dan volgens Benford's Law. Dit kan reden zijn voor nader onderzoek. Het checken van rekeningnummers met meerdere namen heeft als doel niet alleen fraude te voorkomen, maar ook fouten te minimaliseren. Aan de linkerkant van dit overzicht zie je alle rekeningnummers met meer dan één unieke naam. Aan de rechterkant staan de namen van rekeningnummers waarbij meer dan één naam wordt geassocieerd. Dit helpt je als accountant om verdachte betalingen op te sporen en te herkennen, wat kan bijdragen aan het ontdekken van fouten en onregelmatigheden. Op een vergelijkbare manier geeft de bankanalyzer ons ook informatie in een omgekeerde richting. Op het werkblad Namen met meerdere rekeningnummers worden aan de linkerkant alle namen weergegeven die gekoppeld zijn aan meer dan één uniek rekeningnummer. Aan de rechterkant zie je de rekeningnummers die geassocieerd zijn met meer dan één naam. Dit geeft een overzicht van mogelijke situaties waarin dezelfde rekeningnummers of namen betrokken zijn bij verschillende transacties, wat handig kan zijn om mogelijke afwijkingen of verdachte activiteiten te identificeren. Het werkblad Indicaties dubbele betalingen sport mogelijke onbedoelde betalingen op, zoals wanneer dezelfde batch per ongeluk twee keer wordt betaald. In de bovenste tabel worden batchbetalingen getoond waarvan het bedrag meer dan eens voorkomt, maar in dit voorbeeld is dat niet het geval. Betalingen met dezelfde combinatie van IBAN en bedrag staan in de tabel daaronder. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een indicatie is die alleen rekening houdt met de batch-ID, het bedrag en het tegenrekeningnummer. Wees dus alert op mogelijke false positives, waarbij dubbele betalingen mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Op het werkblad Eenmalige Betalingen zie je in de eerste tabel betalingen waarbij de tegenrekening slechts één keer voorkomt. Dit overzicht maakt het mogelijk om speciale transacties in het boekjaar te herkennen. Hierdoor kun je gemakkelijker ongebruikelijke of opvallende transacties identificeren die mogelijk nader onderzoek vereisen. In de onderste tabel staan alle betalingen. Soms is het handig om banktransacties met een specifieke tegenrekening op te zoeken. Bijvoorbeeld wanneer je wilt zien welke transacties op de bankrekening van geautoriseerde betalers of andere betrokken medewerkers binnen het betalingsproces hebben plaatsgevonden. In de linkeronderhoek van dit werkblad kan je een specifiek rekeningnummer noteren tussen enkele apostrof's. Zoals eerder vermeld is de gebruikte dataset geanonimiseerd. En daarom kan hier geen feitelijk IBAN-nummer worden ingevoerd. Als voorbeeld wordt in plaats daarvan tegenrekening 242 ingevoerd. Vervolgens worden alle banktransacties met deze specifieke tegenrekening weergegeven. Op dit werkblad worden betalingen zonder tegenrekening en de bijbehorende details getoond. De tabel linksboven toont duidelijk dat er gedurende de referentieperiode 132 betalingen zijn verricht zonder tegenrekening met een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro. Deze betalingen zijn gegroepeerd op basis van specifieke zoekwoorden in de omschrijving van elke betaling. Het bijbehorende cirkeldiagram visualiseert deze verdeling. Als je bijvoorbeeld klikt op het zoekwoord badge, krijg je in de onderste tabel alle details van de 49 betalingen die zijn uitgevoerd zonder tegenrekening. Waarbij het zoekwoord batch in de omschrijving voorkomt. Dit overzicht kan nuttig zijn wanneer je een overzicht wil hebben van bijvoorbeeld transacties tussen financiële instellingen en of niet gespecificeerde transacties, zoals ontbrekende batchgegevens. Dit werkblad toont betalingen die zijn gedaan naar zogenaamde G-rekeningen, herkenbaar aan het feit dat ze beginnen met 099. In dit geval zijn er geen betalingen gedaan naar deze rekeningen. Als dergelijke betalingen hier worden weergegeven, kan deze informatie dienen als basis voor gegevensgerichte cijferanalyses of als referentie om gegevens te verifiëren. Dit kan bijdragen aan een nauwkeurigere controle en evaluatie van financiële transacties. Dit laatste werkblad van de Bank Analyzer bevat gedetailleerde informatie over alle banktransacties in het door jou geselecteerde kalenderjaar of periode. Als je in eerdere werkbladen specifieke selecties hebt gemaakt via de filteropties, kun je direct naar dit werkblad navigeren om specifieke details van de transacties, inclusief beschrijvingen en betrokken partijen, door te nemen. Navigeren naar dit werkblad kan door rechtsboven in het scherm op werkbladen te klikken en vervolgens details te selecteren. Je kunt ook eenvoudig op de knop details tussen de pijlen onder de werkbladtitel klikken. Wanneer je de gegevens wilt exporteren voor het controledossier, of om een specifieke selectie te maken. Klik dan met de rechtermuisknop op een willekeurige plek op deze detailpagina. In het optiemenu kies je vervolgens voor downloaden als en selecteer je de gewenste optie, zoals een afbeelding, een PDF-bestand of Excel-export. Als je naar Excel wilt exporteren, klik dan op gegevens. En als je de tabel tabelopmaak wilt behouden, vink dan het hokje aan en klik op exporteren. Zodra de export is voltooid, ontvang je een melding dat het gegevensbestand is gedownload. Je kunt het bestand vervolgens vinden in je map met recente downloads en openen. Op deze manier kun je gegevens uit alle behandelde werkbladen van de Bank Analyzer of gemaakte selecties daarvan exporteren. Tot slot nog een paar tips. Zorg ervoor dat je tijdig de benodigde Kant 053-bestanden aanvraagt bij je klant voor de controle tijdens het lopende boekjaar. In veel gevallen kunnen deze bestanden tot maximaal 13 maanden terug worden opgevraagd. Adviseer je klant ook om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, CEPA-bestanden, dit zijn XML-bestanden, bij de bank op te vragen en te bewaren. Deze bestanden zijn nuttig bij badgebetalingen om inzicht te verkrijgen in de badge-details. Dankjewel voor het volgen van deze instructievideo. We hopen dat de informatie en demonstraties waardevol voor je zijn geweest. Als er nog verdere vragen opkomen of als je extra ondersteuning nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Vergeet niet om ook onze andere instructievideo's in de Analyzer-reeks te bekijken. Deze kunnen je verder helpen bij het begrijpen en effectief inzetten van verschillende data-analyses ter ondersteuning van zowel interim- als jaar-eindecontroles. Nogmaals bedankt voor je aandacht en interesse. Veel succes!